Welkom bij Instagram volgers bepalen mijn Fortnite potje extreme editie. Dit is de extreme editie, dames en heren. Ik heb mijn Instagram volgers meerdere vragen gesteld en ik moet mijn Fortnite game baseren op de antwoorden die zij gegeven hebben. Oké, de keuzes die deze keer gemaakt moeten worden zijn: welke AR mag ik als enige gebruiken? Welke shotgun mag ik als enige gebruiken? Welk explosieve wapen mag ik als enige gebruiken? Mag ik voertuigen gebruiken? Moet ik een turret kill maken? En dan hebben we nog de keuzes waar ik allemaal moet landen. Eén keuze is tussen de twee grootste steden, Tilted Towers en Paradise Palms. En de andere is tussen mijn twee favoriete landplekjes. En dat is Shifty Shaft en Risky Rails, dames en heren. Oké, laten we kijken wat de uitkomsten zijn. Ik weet het zelf eigenlijk niet eens. Welke AR mag ik als enige gebruiken? Oh, ik heb letterlijk precies geraden op waar het gemiddelde ook is. En dat is dus blijkbaar in het midden. Dus ik mag als AR alleen maar AK's gebruiken. Alright. En dan als enige shotgun blijkbaar alleen de pump. Alright. En dan de explosieve wapen. Ik heb gestemd op de quad launcher, maar blijkbaar wordt het de RPG, dames en heren. Dan voor de locaties waar ik moet landen. Ik moet blijkbaar verplicht naar Tilted Towers. En ik moet een keer verplicht naar Risky Rails gaan, dames en heren. Oh, en dit gaat de allermoeilijkste worden. Het enige bouwmateriaal wat ik deze hele video lang mag gebruiken is steen. En dan verder moet ik nog verplicht een turret kill maken. En ik mag ook voertuigen gebruiken deze video. Alright, dit is alles wat ik verplicht deze video moet doen. Ik mag alleen AK's, pumps en RPG's gebruiken. En als bouwmateriaal alleen maar stone. Ik moet per se één turret kill maken. Per se één keer in een voertuig rijden. Per se één keer in Tilted en in Risky landen. En verplicht een keer in de top 10 komen. Die heb ik er zelf nog bij gedaan. Omdat we in die top 10 moeten beëindigen, dames en heren. Laten we beginnen met de challenge. Ik realiseer me trouwens nu pas hoe ongelooflijk kut het gaat worden. Om alleen maar steen te gebruiken als bouwmateriaal. Maar goed. Oh, we hebben meteen trouwens ook al een turret. Alright. Dat is echt top. Want ik moet ook een turret kill maken. Oh nee. Weet je wat? Ik ga het meteen nu proberen. Nee! Hij is naar beneden gegaan volgens mij. What's up, my dog? Alright, die kunnen we van het lijstje afhalen, dames en heren. We hebben een turret kill. Easy peasy. Alright, nu moet ik looten. Tactical mag ik niet gebruiken. Ik mag alleen maar pump shotguns gebruiken. Jongens, jongens. En ik moet ook echt steen hebben. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon letterlijk muren slopen nu. Oh, ik hoorde allemaal nades naast me exploderen. Ik moet een gun hebben voor close range. Oké, weet je wat? Die pistol, die kunnen we gebruiken. Kom op, geef iets goeds. Ik hoor overal shots en overal mensen lopen, joh. Kom op, geef iets goeds. Oh my fucking god. Daar heb ik ook weer helemaal niks aan, weet je wat? Die part of fortress neem ik mee. Een chest? Ja. AK, oh my fucking god, dat is echt perfect. Alright, now it's time to do some work, ladies and gentlemen. Oeh, daar zit iemand. Oh, headshot, very, very fucking nice. Oké, weet je wat? Die gooi ik op de grond. What's up, dog? Ik ben deze guy aan het rushen, ik weet niet waarom. Oh, ik heb niet eens een shotgun, joh. Wat doe ik? Nee! Ik ben zo fucking dom, waarom deed ik dat? Oké, ik moest ook nog in Risky landen. Dus, we moeten even een klein stukje vliegen. In Risky landen kan ook van het lijstje afgehaald worden, hoor. Ja. Ben ik hier alleen? Waarschijnlijk wel, ik moest fucking ver vliegen. Very nice. We hebben een pump gevonden, die kan ik gebruiken. Yes. En een slurp en een hunting rifle kan ik ook prima Jima gebruiken. Very nice. What the fuck, hier is wel iemand geland. Oh, dat is dom. Easy peasy lemon squeeze. Oh, hij had een AK. Fucking chill. Alright, die mini pot die neem ik gauw even. En dan pakken we die AK. Holy shit. Ik had niet gedacht dat hier mensen zouden landen. Alright, big pot erbij. En we hebben weer 100-100. Very nice. Goed, nu is het tijd om steen te verzamelen. En dan gaan we kills pakken, dames en heren. Wat moet ik eigenlijk allemaal nog doen? Ik moet in de top 10 beëindigen. Ik ben nu in Risky geland. Dus dat hebben we gedaan. En ik ben keihard aan het cheaten. Want ik ben hout aan het gebruiken. Weet je wat? Ik drop dit en dit meteen eventjes. Dan kan ik het ook niet per ongeluk gebruiken. Volgens mij is letterlijk alles wat ik nog moet doen in de top 10 beëindigen. En in een voertuig rijden. Nou, in een voertuig rijden is niet zo moeilijk. Want volgens mij staat daar, ja. Een quad. Very nice. Die kan ik straks mooi gebruiken om naar de cirkel toe te gaan. Want we moeten een aardig stukje, oké? Maar eerst ga ik nog even looten. Ja. A few moments later. Oké, alleen nog in de top 10 beëindigen. En het is mooi geweest. Dan ben ik klaar met deze video. Maar dit is letterlijk nog maar mijn tweede potje. Dus ik wil eigenlijk die Epic Victory Royale hebben. Ik denk dat het wel te doen is.
Ja. Ik stop niet met opnemen totdat ik een epic victory royale heb. Ja. Oké, niet een heel slim plan. Dan ben ik morgen nog steeds aan het opnemen. Hier staan trouwens fucking veel stenen dicht bij Tomato Temple. Maar ja, ik moet er letterlijk nu meteen vandoor. Want oh jongens, de cirkel komt eraan. Oh nee. Ik heb nog 30 seconden. Kan ik dit doen? Lukt dit? Is het het waard? Oh, ik weet het niet. Oh nee, cirkel, nee. Never mind, het was best wel easy. Alright, ik ben inmiddels in de cirkel. Nog 16 mensen levend. Dus er moeten nog even 6 mensen doodgaan. En dan zit ik in die top 10, dames en heren. A few moments later. Oh. Daar loopt iemand. Ga ik met de hunting rifle? Ik ga met de AK schieten. Fuck de hunting rifle. Als ik het niet mis heb, was dat een shot. Zit hij nu in een gevecht of wat de fuck is hier gaande? Oh, hij gaat hier omhoog. Oké. Ah! Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Waar is hij? Hij zit letterlijk onder me, of niet? Ja. Oh, easy kill, dames en heren. Easy. De sniper mag ik gewoon allemaal gebruiken. En voor de rest heeft hij ook een AK en een pump. Alright, even een shield nemen. Oeh, daar ligt ook nog een blauwe SMG. Very nice. Oké, die ballonnen neem ik ook mee. Prima, Gima. Ik moet echt meer steen hebben, dames en heren. Ik heb letterlijk nog maar 300 steen. Ligt hier boven steen? Hallo? Ik zie geen steen hier liggen, dames en heren. Helaas, pindakaas. Volgens mij is daar zojuist iemand dood gegaan. Ik weet niet of ik erheen wil, dames en heren. Oh, ik zit trouwens in de top 10. Dat had ik nog helemaal niet door. Nou, bij deze hebben we alle opdrachten voltooid. Oké, sorry. Ik vind dit saai. Ik ga naar beneden en een beetje de actie op zoek. Ja, joh. Even lekker fall damage pakken. Heerlijk. Oh, what the fuck? Hier beneden staat een quad. Ik had net zo goed gewoon een ballon kunnen poppen en daarmee naar beneden gaan. Zit verder niemand. Oké, die mini shields die pak ik. Alright, dames en heren. Er zijn nog maar 6 mensen levend. Even koekeloeren wat we gaan doen. Ik moet wel iets van high ground hebben. Ook al heb ik geen building mats. Ik kan het beste gewoon... What the fuck? Hier landt gewoon letterlijk net iemand. Ik heb geen flauw idee waar deze persoon heen is gegaan. Oh fuck. Oké, hier is iemand. Daar kwamen shots vandaan. Er zijn overal mensen, joh. What the fuck? Oké, ik ga gewoon in het bosje zitten. Ik wil geen building mats verneuken, oké? Ik heb letterlijk nog maar 130 steen. Oké, ik moet extra steen hebben. Ik ga gewoon naar beneden en stenen hakken. Fuck it. Er zijn nog 5 mensen levend, dames en heren. En ik ga stenen hakken. Oké, daar beneden zijn fucking veel stenen. Dat is best wel chill. Ik ben alleen bang dat ik ieder moment, zeg maar, gesniped ga worden. Oké, daar vliegt iemand. De cirkel gaat daarheen. Alright. Volgens mij moeten daardoor best wel veel mensen moven. Oké, 3 mensen levend. Ik ga stenen hakken. Ja, heel slim, heel slim. Uh-oh, ik word beschoten. Door wie? Door die knul. Fuck, mispoes. Helemaal kut. Waar zit de laatste trouwens? Ik heb echt geen flauw idee. Uh-oh. Oh, ik word ook beschoten door de laatste guy waarschijnlijk. Oh, nee. Ja, maar dit is helemaal kut. Ik heb geen flauw idee wat deze guy aan het doen is. What's up? Waar is hij? Oh, hij zit nu binnen. We zijn letterlijk van plekje gewisseld. Alright. Hey, ik ga er vandoor, gap. Nee, niet schieten. Nee. Ah, jongens, hou op met me. Oké, ik ben aan het cheaten. Ik mag helemaal geen hout gebruiken, maar ik doe het toch. Oh, ik heb hem gekilled. What the fuck? Oké, nu moet ik alleen nog de laatste guy. Nee! Are you fucking kidding me? Ja, maar ik kon toch ook echt geen kant op. Ik had gewoon 16 kills. 16 kills. Oké, hij had 16 kills. Never mind. Ik wou net zeggen, ja, ik kon geen kant op, want ik had geen building mats, bla 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 bla. Hij had 16 kills. A few moments later. Oh, en in één keer heb ik 600 bricks. Very nice. Oké, nu zou het op zich wel handig zijn als ik een AK vind. Misschien hier. Oh, dat is een houten trapje. Weet je wat? Voordat ik weer ga cheaten, ik drop al mijn hout en al mijn metaal. There we go, brother. Oh, blauwe punt. Very nice. Ja. Hierboven zit ook nog een chest. Kom op. AK. Geef me een AK. Geef me een AK. Fuck. Kom op. AK. Oké. Gun je boy een AK. Kom op. Fuck. Pak de quad niet. Nee, vecht nog even met mij voordat je er vandoor gaat. Nee. Kom hier. Wat? Oh. Ik zou net zeggen.
Oh my god, hoezo miste ik dat? Ben ik zo fucking... Nee. Oh, dat is zo zonde. Dude, what the fuck was die lag met die impulse nade? Oh, what the fuck? Ik had gedacht dat hij door ging rijden. Oké, blijkbaar niet. Is dat een AK? Dat is geen AK. Oké, deze guy had letterlijk niks wat ik kan gebruiken. Ik denk dat ik zowel de medkit als de 1 mini shield gehouden. Oh, ik hoorde nog een quad. Het kan zijn dat hier meer mensen zijn. Ja, daarboven. Fuck, die was mis. Ja, oh, hij heeft een AK, hij heeft een AK. Alright, deze moeten we rushen, dames en heren. Fuck! Ik wil per se die AK hebben. Ah, kut. Ik dacht dat hij in de kogel zou lopen. Heel naar. Oké, ik blijf hem gewoon... Oh, 104. Nee, hij heeft mij ook gehit. Oh, you fucking kidding me. Oké, hij wil blijven vechten blijkbaar. Oh shit. Very nice. Oké, ik word geturdpartied. Helemaal kut. Deze guy heeft ook een AK. Ik weet niet wat ik aan het doen ben, dames en heren. Help. Oké, dat is 1 kill. Nee. Oh my god, is deze guy hier nu ook al? Waar is hij? Oh. Jongens, ik word helemaal lijp hier. Hij staat voor me. Wat doet hij? Oh my fucking god. Outplayed, son. Get fucking... Nee. Dat meen je niet. Nog iemand hier? Oh my fucking god. Oh my fucking god. Ik klikte ook meteen op leave match. Alright, nou eerlijk is eerlijk. Ik speelde dat nog best goed voor hoeveel mensen daar waren. In ieder geval, bedankt voor het kijken dames en heren. Vonden jullie de video leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. We zijn bijna bij de 100.000 abonnees, oké? Kom op dames en heren. Ik begin wanhopig te worden. Kunnen we de 100.000 abonnees halen voordat het 2019 is? Gaat dat lukken dames en heren? Dat is de vraag. Abonneer op mijn kanaal. Oké, bedankt voor het kijken dames en heren. Later.